Telig, we hebben hier een break. Je kunt zien wat de ideale put is op platform. Ik wil nu hebben dat jij die lijn gaat markeren. En dit is dus een drill, jongens, die we gaan trainen om een analyse te kunnen maken op snelheid, vertrekrichting en green lezen. Begin maar eens met plaatsen van de marker op het punt waar jij zegt, daar moet die bal omheen. En dan zou ik hem niet direct op de lijn plaatsen. Ik zou hem inderdaad iets onder de bree, onder de lijn plaatsen. Wauw. Het tweede wat je doet, is je legt een bal neer. En dan kun je misschien, nou, deze bal even pakken. Een bal hier met een dik getrokken lijn erop. Dus die bal die leg je op die manier ook neer in de vertrekrichting. Dus nou heb je het green lezen in beeld gebracht, dankzij die marker. En je hebt nu ook de richting in beeld gebracht, dankzij die bal, de vertrekrichting. En het enige wat je nu gaat doen, neem je setup maar in. Je neemt je stand in. Helemaal committed op die lijn. En de enige doelstelling is nou om die lijn zo te laten vertrekken. Daarbij wel focus op het doel. Want uiteindelijk, dat is het puntje op de i, moet snelheid goed zijn. Ja? Dus speel die put met focus op het doel voor de snelheid. Nou, wat je nou eigenlijk al terugziet aan de snelheid is goed. Wat je terugziet aan het green lezen zat er wel goed op. Hè? Je curft mooi om die bal of om die marker. Zag je wat die bal een beetje deed? Ja. Was aan het wobbelen. Ja. Was die vertreklijn helemaal ideaal? Nee. Dat is dan de analyse die je kunt maken. Dat eventueel die vertreklijn niet ideaal was. En dat die bal iets te veel links vertrok. Want met die snelheid zou die wel kunnen vallen. Op zich was het een hele goede put. 3,5 meter er dood bij. Alleen ik denk wel, jongens, op het moment dat je zo aan het trainen bent. Je slaat een put of 10, 15. En dan komt er wel iets bovendrijven waar je op moet verbeteren. Duidelijk? Dit is één test, één put. Prima bal. Als we dan ergens de vinger op moeten leggen, kunnen we zeggen, bal vertrok iets te veel links. Yes? We gaan wisselen.